Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Miep. Miep heeft altijd gedacht dat de vetten die je aanwezig hebt in je voeding, dat die, nadat jij deze hebt binnengekregen en in je spijsverteringskanaal hebt laten belanden, vanzelfsprekend ook wel verteerd zullen worden en de verteerde varianten opgenomen zullen worden in je lijf. En dat wanneer je graag lichaamsvetmassa wil verliezen, dat je dan je vetinname een beetje moet beperken. Want alles wat je binnenkrijgt middels hetgeen je eet qua vet en dus ook in je lijf laat belanden, zal ten koste gaan van de verbranding van de vetten die al aanwezig zijn in je lijf, was de gedachte van Miep. Maar nu heeft Miep onlangs gelezen dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat de vetten in je voeding, de vetten die jij middels hetgeen je eet in je spijsverteringskanaal laat belanden, ook wel verteerd zullen worden, al daar. En dat de verteerde moleculen eruit aan zullen komen in je lijf. En Miep vraagt zich af ten eerste of dat klopt, dat het helemaal niet vanzelfsprekend is. En of dat dan ook gunstig is wanneer niet alle vetten in je voeding verteerd zullen worden en dus ook niet alle vetten aan zullen komen, de verteerde varianten daarvan in je lijf. Of dat gunstig is met betrekking tot het verlies van het vet wat al aanwezig is in je lijf. Dus de verbranding van vet in je lijf. Dat is de vraag van Miep. Nou, Miep. Vetten zijn triglyceriden. Grote macromoleculen, grote voedingsstofmoleculen, die zijn opgebouwd uit meerdere kleine delen genaamd vetzuurketens. En deze grote voedingsstofmoleculen kunnen, maar nee, dat is niet vanzelfsprekend, verteerd, dat wil zeggen enzymatisch gesplitst, afgebroken, worden tot die kleinere delen vrije vetzuren in je spijsverteringskanaal, in je darmen. Maar dat is niet vanzelfsprekend, want om die enzymatische splitsing, afbraak van grote vetmoleculen, triglyceriden, tot kleinere delen, vrije vetzuurketens in je darmen mogelijk te kunnen maken, moeten wel eerst vetsplitsende spijsverteringsenzymen ook aanwezig zijn in je darmen, daar waar jij die grote vetmoleculen laat belanden. En moeten ook sappen eerst afgegeven zijn in je darmen, daar waar jij die vetten laat belanden. Sappen met zouten daarin aanwezig, met emulgerende eigenschappen. Wat wil dat zeggen? Dat zijn zouten die het vloeibaar en met water mengbaar maken van watervrezende moleculen. Vetten zijn namelijk watervrezende moleculen die normaal gesproken niet kunnen mengen met water. Sappen met zouten met emulgerende eigenschappen die zorgen ervoor dat de vetten in je voeding die jij in je darmen laat belanden geëmulgeerd worden, vloeibaar en met water mengbaar gemaakt worden en dan pas kunnen met behulp van vetsplitsende enzymen, mits deze ook wel in die darmen aanwezig zijn, daar waar jij die vetten laat belanden, gesplitst, enzymatisch afgebroken worden tot kleinere delen, die vrije vetzuurketens, en die kunnen opgenomen worden in je lijf. Maar dat hangt dus allemaal af van of daar waar jij die vetten laat belanden, wanneer je iets
met vetten erin aanwezig hebt gegeten, dus in je darmen, of daar ook wel die zouten zijn afgegeven, aanwezig zijn met emulgerende eigenschappen, en of daar ook wel die vetsplitsende spijsverteringsenzymen aanwezig zijn, is dat namelijk niet het geval, dan zullen de vetten in je voeding die je in je darmen laat belanden, niet verteerd, niet enzymatisch gesplit worden tot kleinere delen en dus niet opgenomen worden in je lijf. En dan jouw vraag of dat gunstig is? Nee! Want in dat geval kunnen ook essentiële varianten van vetzuren niet opgenomen worden in je lijf. Kunnen ook alle vetoplosbare vitamines en ook mineralen en spoorelementen die uitsluitend in vetrijke voeding aanwezig zijn, niet opgenomen worden in je lijf? Kan ook de afvoer van vetoplosbare varianten van afvalstoffen vanuit je lijf richting je darmen niet plaatsvinden? Oh, nee, dat is niet gunstig met betrekking tot de verbranding van vet in je lijf en het verlies van lichaamsvet. Want als en wanneer vetoplosbare varianten van afvalstoffen niet afgevoerd kunnen worden richting je darmen, dan zal er never nooit vetverbranding plaatsvinden in je lijf. Dus moet het gaan hebben over, hoe zorg je er nou voor dat wanneer jij af en toe iets eet met vet daarin aanwezig en jij die grote moleculen in je darmen laat belanden, dat daar dan ook wel die vetsplitsende enzymen en die sappen met zouten erin aanwezig met emulgerende eigenschappen aanwezig zijn? Want al anders gaan de vetten in je voeding niet verteerd worden, gaan vetoplosbare vitamines en alle andere vetoplosbare belangrijke voedingsstoffen niet opgenomen worden in je lijf en de afvoer van afvalstoffen, vetoplosbare varianten richting je darmen, gaat dan ook niet goed. En dat wil je dus niet, want dat gaat juist ten koste van het verlies van lichaamsvetmassa en de verbranding van vet in je lijf. Vetsplitsende enzymen, dat zijn glycoproteïnes. En dat zijn juist weer wateroplosbare grote voedingsstofmoleculen. Die sappen met zouten met emulgerende eigenschappen zijn ook wateroplosbare moleculen. En zodra jij vetten, watervrezende moleculen, in jouw darmen laat belanden, ja, dan moeten dus wel eerst die wateroplosbare vetsplitsende enzymen en die sappen met die zouten met emulgerende eigenschappen gevormd zijn en uitgescheiden zijn, ook in jouw darmen, want anders gaan die niet samen in je darmen belanden, gaan die vetten in je voeding alsnog niet verteerd worden, hè? Met alle nadelen daaruit voortkomen die je net al hoort. Om de vorming en uitscheiding van spijsverteringsenzymen, waaronder die vetsplitsende en spijsverteringssappen, waaronder die varianten met zouten met emulgerende eigenschappen daarin aanwezig, mogelijk te kunnen maken, moeten kliercellen die deze enzymen moeten vormen en uitscheiden, en ook die sappen moeten vormen en uitscheiden, moeten wel goed kunnen werken. En kliercellen, dat zijn cellen met een uitscheidende functie. En die kunnen deze wateroplosbare moleculen enkel na vorming uitscheiden met behulp van vesicles. Transport en secretie uitscheidingsblaasjes. Want zonder die uitscheidingsblaasjes kunnen die wateroplosbare moleculen niet uitgescheiden worden in jouw darmen doorheen een celmembraan van je darmwandcellen, een lipidemembraan. En gaan die spijsverteringsenzymen en die sappen dus nooit in je darmen aanbelanden, daar waar jij die vetten laat aanbelanden. Die vesicles te kunnen vormen, maar ook die vetsplitsende enzymen te kunnen vormen en die sappen met zouten, waaronder die emulgerende varianten daarvan, te kunnen vormen en uitscheiden met behulp van die vesicles, moeten kliercellen in de bezit zijn van voldoende vocht en bouwstoffen. Maar een heel aantal bouwstoffen is essentieel. Dus op het moment dat jij af en toe voeding in jouw spijsverteringskanaal hebt belanden, waaronder ook voeding met vetten daarin aanwezig. Maar jouw voeding, die biedt voortdurend elke dag opnieuw tekorten in vocht en een aantal essentiële varianten van bouwstoffen, dan zijn kliercellen
weefsel in je lijf, waaronder de kliercellen die vetsplitsende enzymen moeten vormen en uitscheiden. En die sappen met emulgerende eigenschappen moeten vormen en uitscheiden. Niet in staat om dat te doen, want dan bezitten deze kliercellen te weinig bouwstoffen. Om dat te kunnen doen, gaan de vetten grote moleculen die jij in je darmen laat belanden, niet enzymatisch afgebroken gesplitst worden tot vrije vetzuurketens. En ook niet opgenomen worden in je lijf. En dan zou je denken, oh gunstig, dan belanden minder voedingsvetten in mijn lijf, ga ik lichaamsvet verliezen. Maar nee, want op het moment dat jij dat de vertering van vet niet goed verloopt in je lijf, dan zal niet alleen de opname van vetzuurketens in jouw lijf verslechteren, maar ook de opname van vele essentiële vetoplosbare varianten van microvoedingsstoffen. Bijvoorbeeld is vitamine D bijvoorbeeld, hè? En ook de afvoer van vetoplosbare afvalstoffen afkomstig uit je lijf richting je darmen. En nee, dat is niet ten gunste van de vetverbranding in je lijf, want wanneer de afvoer van vetoplosbare varianten van afvalstoffen richting je darmen niet goed verloopt, dan zal never nooit de verbranding van vet plaatsvinden in je lijf, want dan heerst er nogal wat stress in jouw lijf. Dat was antwoord op je vraag.